Hallo, vandaag gaan we van de AH moestuintjes de rucola planten. Je hebt een blokje zand en een plakje met zaadjes erin. Alleen die kan met water laten vallen, dus hij is een beetje nat. En een kaartje waarop je kan zetten wanneer die ontkiemd is, verpot is en gezaaid is. En je hebt ook een bakje. En nu ga ik even alles aan de kant zetten. En dan pak je glas water en dan gooi je dan een beetje eroverheen. En dan doe je een beetje zo ronddraaien, zodat elke kant nat is. Want dan groeit het beter. En dan zie je hem helemaal omhoog stijgen. Deze keer gaat hij best wel snel. Als je alleen het water inzet en dan het blokje opzet, dan gaat het veel langzamer. Dus daarom is dit een hele goede tip voor jullie. Ik doe er nu nog een beetje water overheen, zodat hij... En ik haal hem uit elkaar. Dit stuk is al goed, dus dat doe ik alvast in het bakje. Deze is ook al, zeg maar, goed dat je hem erin kan doen, dus dat doe ik ook alvast in. Ik doe de rucola, die moet tot... Ik zie hem nergens staan. Oh, tot een half centimeter onder de rand. Dat is ongeveer zo. Dan pak je het matje met zaadjes. En dan doe je die erop leggen. Dan doe je de rest van het zand eroverheen. En dan zet je het kaartje erin. Maar je moet er nog wel even op het kaartje de datum schrijven. Nou is je moestuintje klaar. Doei! Doei.